Als je vloeibare zeep koopt, dan koop je eigenlijk water, een klein beetje zeep en een plastic fles. Dan vraag ik me af, is dat eigenlijk niet heel erg zonde? Want al dat water moet je vervoeren en daarna moet je die plastic fles weer weggooien. Er bestaat een supergoed alternatief, namelijk zeep in vaste vorm. Ouderwets blokzeep. Veel mensen weten alleen niet meer hoe ze dat moeten gebruiken. En daarom wil ik een zeepbakje ontwerpen om dat opnieuw uit te leggen. Dat zeepbakje dat wil ik maken van gerecyclede plastic verpakkingen waar zeep in heeft gezeten, zoals deze. Ik ben op zoek naar 50.000 flessen van polyethyleen. En je kan ze herkennen door de codering die onderaan de fles staat. Ik zie dan een driehoekje staan met daarin een cijfer. En ik ben op zoek naar alle flessen met cijfer 2 en daaronder de code PE of HDPE. Nou, heb je binnenkort nog flessen die leeg zijn, kom ze dan brengen hier in Blue City.